koesterde vroeger zelf geen muzikale carrière. Je deed eerder achtergrondwerk voor je broer en trad vaak op als achtergrondzangeres. En dan plots ja, werd je wel een voorgrondzangeres. Waardoor is dat gekomen? Wel, ik heb ja, een tijdje lang met Christophe samen duetjes gezongen. Maar voor mij was dat op dat moment voldoende. Alleen, ik heb de vraag gekregen van Universal ARS in 2008 of dat ik het zag zitten om solo te gaan. En ik moest daar wel even over nadenken, want ja, bij Christophe en mezelf ja, stonden de ogen dan zo op ons verdeeld. Mm. En ja, niet iedereen zag naar mij alleen. En nu gingen die ogen alleen maar op mij schijnen, dus dat was dan zo'n beetje beangstigend. En ik moest daar even over nadenken. Maar ik heb toch die sprong gewaagd. En mm-hmm. ik ben daar heel blij om. Want ja, ik zou het niet meer kunnen missen nu. Oh, en ja. Ja, het was meteen een succes. Dus ik ben daar ontzettend dankbaar voor. In 2012 vierde je 5-jarig jubileum. Wat maakt het verschil met dit 10-jarig jubileum? Ja, dat er 5 jaar bij is, hè? Ja, weet wel. Maar ja, nee, met 5 jaar ondertussen. Ja, 10-jaar jubileum, dat is toch wel, ja, dat is toch wel al een serieuze tijd. Want uiteindelijk zijn die 10 jaar voorbij gevlogen, vind ik. Ja. Ik heb heel veel mooie hoogtepunten gehad. En ik heb zoveel mogen meemaken. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ik heb voor een publiek van 60.000 man opgetreden op Rimpelrock. Ja, weet je, dat is ongelooflijk. Ja, ja ik heb heel veel optredens mogen doen. Maar misschien ben je ook iets wijzer of sterker geworden als zangeres in die vijf ja, laatste jaren. Uiteindelijk, dat is normaal dat je ja, dat een mens evolueert. Mm-hmm. En in de eerste 5 jaar laat je een klein beetje begeleiden. Maar nadien weet je gewoon van wat je wilt. Wat mijn publiek wilt. Mm-hmm. En dat is voor mij heel belangrijk. Ja. Wat waren voor jou in die 10 jaar de leuke en minder mooie momenten? Als je er een paar kunt opnoemen. Wel, zoals ik zei, optreden op Rimpelrock. Uh-huh. Dat is iets dat mij, dat mij echt wel bijblijft. Omdat, ja, 60.000 man, dat uh-huh. gebeurt niet zo vaak. Hè. Nee. Dat deed wel een beetje raar toen ik daar op het podium kwam. Uh-huh. Wat dat voor mij ook heel indrukwekkend was, uh-huh. was mijn eerste optreden op het Slagerfestival. Ja. Dat was mijn allereerste keer voor 12.000 man. Mm-hmm. En dat was al zo, oh, ik ging weglopen. Ik weet dat nog. Dat was iets dat ik dacht van, ah, amai, wat overkomt mij hier nu? Mocht ik op dat moment niemand bij mij gehad hebben, dan zou ik weglopen. Ja. Omdat ik gewoon heel veel zenuwen had. Ja. Maar ja, dat was juist het moment. Ja. Ik denk, ik had nog nooit op een podium gestaan. Of toch heel weinig. Voor die massa toch. Voor die massa, dat is toch wel iets anders. Mm-hmm. Maar ja, er zijn zoveel leuke momenten. Bijvoorbeeld met mijn eerste album heb ik samen met Christophe op 1 en 2 gestaan in de ultratop. Dus broer en zus wisselden elkaar af. Ja, dan stond Christophe op 1, dan stond ik op 1. En dat was, ja, dat zijn wel leuke momenten. Ja, zonder concurrentie. Ja, ja, ja. En wat waren misschien minder leuke? Of wil je dat niet graag zeggen? Jawel, dus, minder leuke, er zijn er ook. Hè, want uiteindelijk, wat ik altijd jammer vind, is dat, dat ik eigenlijk te weinig respect krijg van Radio 2. Mm-hmm. Dat is jammer. En ik hoor het vaak ik vind van dat, ik vind dat jammer dat dat is. Want uiteindelijk, als je dan voor de zomer als ze dan zomeroptredens doen en ze hebben volk nodig, dan vragen ze wel Vlaamse artiesten. Voilà, en dat vind ik jammer. Ja, klopt. Allee, je moet nu eerlijk zijn, mijn laatste nieuwe single, Ware Liefde, is volgens mij toch wel geen een echte slager niet meer. Dat is echt een modern deuntje dat daar zit. Oké, het leunt aan tegen slager, want ik wil dat blijven doen. Hè. Mm-hmm. Maar het is al moderner. En, maar toch... Is avondrotatie, dan denk je van... Ik hoor het vaak van andere zangeressen ook. Dus dat vind ik heel spijtig. Ja, je probeert door te breken in Nederland, maar is tot dusver niet echt gelukt. Probeer je dit nog, of blijf je eerder focussen op Vlaanderen? Nee, ik heb altijd gezegd van, dat ik toch wel in Vlaanderen wil blijven. Mm-hmm. Ook omdat, ik heb nu een gezin. Ik wil voor mijn kleine meid zorgen. En ik heb ambitie, maar echt wel in Vlaanderen. Voor mij hoef ik niet naar het buitenland te trekken. Ook Duitsland niet? Je broer achterna? Nee. Ik wil echt wel hier blijven. Ja. Ik ben een huismus. Ik kom elke avond graag naar mijn huis. Okay. En ik zie dat bij Christophe. Ja, hij
vertoe vaak in hotels en zo. En dat vind ik niet zo fijn. Ja. Er staan duetten op ieder album dat je gemaakt hebt. Zijn duetten belangrijk of speciaal voor jou? Ja, of ik vind het mega tof om te doen, duetten. Ja. En ja, ik heb samen met Laura Lien eentje gemaakt met Luc Steen, Jan Smit. Ja, noem maar op. André Hazes Junior. Echt, het is mega gewoon. Dat is Glenn Medeiros. Glenn Medeiros, ja. Dus dat was mijn jeugdidool. Ja. Dus dat zijn toch wel dingen waar ik enorm trots op ben. Je maakt ook vaak mooie videoclips, al of niet in het buitenland. Van waar die keuze? Is dat jouw keuze of via de platenfirma? Ja, nee, dat is meestal mijn keuze. Want ik probeer daar altijd wel een verhaaltje in te brengen. Mm-hmm. Dat zijn toch wel uiteindelijk... komen nu videoclips toch wel vaak aan bod op tv. En ja, dat is wel belangrijk dat leuk is en dat goed oogt. Als promo. En met de zonneke is dat altijd meegenomen. Mm-hmm. Je dochtertje zal grootgebracht worden met muziek. Ja. Zal je het leuk vinden mocht ze in jouw voetsporen treden als zangeres? Daar denk ik totaal niet over na. Ja. Ik wil zeker en vast, zoals dat mijn ouders mij hebben meegegeven, haar meegeven dat ze mag doen wat dat ze graag doet. Mm-hmm. En dat is het belangrijkste. Als je gelukkig bent in je job, mm-hmm. Dan volgt de rest vanzelf. Oké. Nu ga je een concert brengen met muzikanten. Ja. Ja? Dat is iets heel anders dan je meestal doet, hè? Live on tape. De meeste zangers doen dat. Hè? Heb je je speciaal voorbereid naar stem toe? Heb je meer zenuwen? Ik moet eerlijk toegeven dat ik toch wel afgelopen jaar bijvoorbeeld toch wel een 30 à 40 keer mijn live band zing. Ah, toch? Oké. Okay. Dus, samen met mijn broer is dat dan. Mm. Dan zijn wij live on tour doorheen het land. En ik heb ook een Vrienden voor het Leven tour gedaan. Ja, klopt. Ja, dat is allemaal met muzikanten. Mm-hmm. Dus ik ben het wel een beetje gewoon. Maar toch, nu is het alleen. Dat is iets anders natuurlijk. Ja. Ja. En dat geeft mij toch wel mijn portie zenuwen. Ja. Maar als ik mijn publiek ga zien en de mensen die ik ken, dan komt dat wel goed. Laatste vraag, de toekomst. Ja, stereotype vraag. Wat zal de komende 5 jaar brengen voor Lindsay? Goh. Al met nieuwe plannen bezig? Ik ben nog niet met nieuwe plannen bezig, maar ik hoop gewoon dat ik mag verder doen met wat ik bezig ben. Met muziek maken. Met dingen doen wat ik graag doe. Ja. En uiteindelijk klinkt dat cliché, maar het is het mooiste wat er is. Waarom? Omdat ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken.